dus ja, wie het is ga ik ook niet noemen, maar het is niet mijn ouders, noemen we ook. Maar ja, iemand die gewoon echt een goede vriend van ons. Ja. Dat is klaar, joh. Als jij met een boot weggebracht gaat naar buiten, ja, verder dan 2 mijl, komt ze nooit meer terug, hoor. Dit is niets minder dan een spijkerharde bekentenis, waarvan niemand op Aruba in Nederland of de Verenigde Staten nog dacht dat die er ooit zou komen. Natalie is dood. Joran was erbij. Hij heeft haar lichaam samen met een vriend in zee gedumpt. Hij weet precies hoe het zit. En hij heeft alles en iedereen de afgelopen 3 jaar op een verschrikkelijke manier om de tuin geleid. De volgende vraag die rijst is natuurlijk: wie was die hulpvaardige vriend? En hoe is alles die nacht in zijn werk gegaan? Ja, nee, maar kijk, deze vriend van mij is ook best slim, dat is ook wel wat ouder. En, waarom zou hij dat willen doen voor jou dan? Ja, we zijn al vanaf de jongste van vrienden. Ja, kijk, Joran, als je mij zou bellen, zou zoiets zijn, weet je. Ik zou jou ook helpen, maar ja, je moet daar goed over nadenken, weet je. Ja. Maar ja, deze persoon, ja, dat is gewoon, ik zou ze, weet je, zijn naam zou gewoon tot mijn gast noem ik dat niet, want ik vind gewoon dat ik dat tegenover hem, dat ik het gewoon niet kan maken, man, weet je. Dat ben ik gewoon verplicht voor wat hij ook voor mij is gedaan. Tuurlijk, man, tuurlijk, man. Maar ja, kijk, hij heeft een boot en die boot staat daar. En ja, toen we daar zitten, op het strand waren, toen ja. In één keer deze gewoon niks meer. Dus ja, ik hoor hem wel, joh. Dus die gast, ja, ik belde hem in één keer. Ik liep naar de betaaltelefoon toe. En ik heb hem gebeld. Ja. En ik zei van ja, dit is gebeurd, kom. Alsjeblieft, kom mij helpen, weet je. En ja, bel de politie niet, alsjeblieft, bel de politie niet. En ik bel de politie niet, ik kom hier mee toe. En hij is daar gekomen. Een werk geregeld. Nou, nee, ook niet. En hij zei, oh shit, maar ja, ze zag uit, weet je, niks aan de hand. Natalie is die nacht dus spontaan in Jorans armen overleden, zegt hij. In dat geval geen misdrijf, maar een ongeluk. Spreekt Joran hier de waarheid, of houdt hij zelfs tegenover Patrick nog iets achter? Joran vertelt verder. Ja, maar dit kan niet, je moet naar huis gaan. Ja, sowieso nee, kan je dit niet vragen? Ik ga nu naar huis. En ik kreeg ook de rest. En toen ben ik toen ben ik naar huis gegaan. Mooi man, maar deze gozer is een gouden hart, man. Is man een gouden hart? Ja, nee, maar dat weet ik ook wel. Is man een gouden hart, weet je? Gouden hart. Ik help jou geld verdienen, je moet hem geld geven, man. Ja, maar als ik hem ooit iets vertrouw, ik zal mijn leven voor geven. Nou, dat doet hij niet. Maar financieel ken je hem. En ik ga je zorgen dat jij hem financieel kan helpen. Hij is echt goed. Ongelooflijk, man. Ja, weet je wel, ik heb je altijd gezegd, ik wist het wel, weet je. Ik ben zo ongelooflijk. Ik moet me nooit in mijn leven vergaan. Ik weet het, man. En nu, dit is net een rijk Amerikaans meisje. Fucking familie van vriendjes van Bush. Ja, die invloed daar hier. Ik zeg het je eerlijk, ik wist het ook allemaal niet, weet je. Ze zijn wel weer van een rijke familie en zo, weet je. Ja, maar Tuurlijk wist je dat niet, Joran. Nee, ik kon het niet. Tuurlijk wist je dat niet, maar niemand weet dat zoiets gebeurt. Nee. Niemand weet dat zoiets gebeurt, man. Relax, Joran, je hebt je hard gelucht. Komt goed, man. Weet je, ik geef de plek. En het is voor mij afgesloten, de boek is dicht. Weet je, de boek is gewoon dicht. We hebben het er niet meer over. Ja, is goed, man. Ja, toch? Ik ben blij dat de zaak voorbij is voor je. Ja, toch? Ik ben er blij mee voor je, man. Ja, toch? Ja. Ik ben er blij mee, man. Ik zeg het je ook eerlijk, Patrick. De twee personen die ik het meeste vertrouw hier. Van iedereen, die personen, ja. En met deze emotionele handdruk bezegelt Joran zijn bekentenis over het noodlot dat Natalie die nacht heeft getroffen. Het is dus niet moeder Beth geweest die de hand in de verdwijning heeft gehad, zoals de laatste tijd veel op internet is gesuggereerd. Evenmin is Natalie er zelf vandoor gegaan, zoals ook volop is beweerd. En ze is ook niet in handen gevallen van een vreemde die haar op het strand heeft belaagd nadat Joran naar zijn eigen zeggen daar was vertrokken. Nee, het was Joran van der Sloot en een vriend van hem. En het is nu de taak aan onze infiltrant Patrick om te achterhalen wie dat was.
SBSS feliciteert Peter R. de Vries met zijn Emmy Award. Peter R. de Vries maakt ook nog kans op de prestigieuze gouden televisiering. Ga naar sbss.nl van SBSS. Ja, blijkbaar, want hij had al weg moeten rijden, maar hij parkeert nu opeens. We weten dus ook niet waarom hij dat doet. Dat staat er dan ook natuurlijk leuk op, als ze daar in de auto over praten, dat Joran daarmee bezig is. Hoe is dat? Mag je niet binnen, jongen. Laat me jullie gaan. Hey, oh, shit. Nu Joran tegen Patrick een bekentenis heeft afgelegd, is duidelijk merkbaar dat de drempel om erover te praten weg is. Ik scheer hem een beetje, leidje. Je lijkt weer op mijn neefje. Ja. Patrick kan zijn aanvankelijke omzichtigheid bijna helemaal laten varen en volop doorvragen. Oh, hoe weet je dan dat ze dood was, Joran? Ja, dat weet ik gewoon. Hoe zag je dat dan? Heb je gevoeld aan haar pols of zo? Maar hoe ging het in één keer dan? Ja, ik heb gewoon niet tegen haar gezeten, want er niks meer. Ze was klaar. Heb je echt geprobeerd te reanimeren? Ik heb alles geprobeerd, ik heb haar opgetild. Ik zoek. Ik heb, weet je, één ding snap ik niet. Oké, kijk, ze ligt daar dood dan, hè? Die vriend, hè? Patrick, ik ging er ook al op. We hadden ons groepje jongetjes daar waar we mee omgingen. Vanaf kleins af aan, weet je. En die jongens nu nog steeds. Ze bellen me nog steeds af en toe, maar ze hebben ook niet veel geld, weet je. Ze maar ben je niet bang dat die vent er ooit gaat praten? Patrick, als die jongen... Natuurlijk ben ik daar bang voor. Maar ik heb ook iets op die jongen, Patrick. Ik heb ook iets op hem, wat hij ook doet. Maar waarom heeft hij dat dan zo gedaan? Maar heeft hij zelf een boot? Ja, tuurlijk. Hoe heet die fucking boot dan? Ik vind dat tegenover hem kan ik dat gewoon niet maken. In mijn mond zal niemand nooit niks horen, weet je? Hij woont nu niet meer op Aruba. Hij zit nu niet op Aruba. Hij woont in Nederland. Ja, maar maar jouw vader dan, als je thuis komt, merkte hij niks aan jou? Mijn vader slaapt allemaal. Patrick, het was om 3 uur 's avonds of zo, 4 uur 's avonds. Dat je thuis kwam? Nee, dat toen 2 uur of zo is het gebeurd. Ik was om 3 uur thuis of zo, weet ik veel, 2:30. En toen 2:30 ben ik gelijk op de computer gegaan of zo. Maar ja, dus ik ben maar in 2,5 uur periode met dat meisje geweest. Alleen? Ja, je kan dus in 2,5... Dus ik heb eigenlijk in de hele... Ik werk heb er ook niet de dag ontmoet dat we dingen samen hebben gedaan. Oh, alleen in 2,5 uur samen kan je toch niet iemand vermoorden en iets mee doen? Dat weet iedereen. Dat kan niet. Of moet je professionele... Voor een knul van nog maar 17 jaar geeft Joran er blijk van dat hij over veel tegenwoordigheid van geest beschikt. Hoewel er net een meisje bijna letterlijk in zijn armen is overleden, realiseert hij zich direct dat zijn gedragingen later die nacht van groot belang zijn. Hij spoedt zich daarom naar huis, schuift achter de computer en laat daar sporen na die aannemelijk moeten maken dat hij het grootste gedeelte van die nacht is thuis geweest en helemaal niet in staat was om een lichaam te verbergen. Uitgekookt. Maar Joran is dan ook wel zoon van een advocaat en een rechter in opleiding. En daarom misschien meer doordrongen van de noodzaak van een goed alibi. Ik heb ook 18 jaar op Aruba gewoond, weet je. Natuurlijk, je kent mensen, weet je. Maar wat jij vraagt aan deze persoon, hè? Joran, hè? Ik heb het niet gevraagd. Je hebt het niet gevraagd? Ik heb het niet gevraagd. Hij heeft het aangeboden. Hij heeft het aangeboden. Ongelooflijk. En hij zag mij daar. Ja, natuurlijk helemaal emoties en kapot. En hij wist ook, weet je, ik ging ook naar Amerika toe en daarheen. Ja, hij wou je redden. Hij dacht van, en hij kon natuurlijk ook niet weten dat het zo groot was. Maar ik heb ook daarna nog met hem erover gesproken, Patrick. Ik heb nog met hem avonden gezeten. Hoe oud is hij dan ongeveer? Net zo oud als jou? Nee, 25. 25. Maar weet je wat het meest bizar is? Maar hem hebben ze nooit gearresteerd in die zaak. Dat is zo bizar. Door alles heen, weet je, al mijn vrienden. Maar ja, ik heb het ook goed gespeeld hoor, in het begin. Want... In het begin, ik dacht, jongen, ik kan ze vertellen wat ze willen, weet je. Want als ze toch geen bewijs tegen me krijgen, dan ja. Ja, dat weet je, ze naaien me toch niet. Nee. Ze kunnen toch niks. Uiteindelijk kunnen ze toch niks. Maar ja, hem hebben ze nog niet eens ondervraagd. Man. Ze wisten dus alles hebben ze gedaan, maar deze jongen... Ik heb ook ongelooflijk veel mazzel gehad. Maar hoe ver heeft hij haar dan gebracht? Deze jongen moet het echt goed gedaan hebben, weet je. Ja, maar deze jongen die weet maar ook... Maar hoe ver heeft hij...
Ik vaart hij vaak. Hij weet veel van boten af. Hij weet veel van de zee. Zijn eigen boot, rijbewijs ding. Een vaarbewijs, ja. Die jongen die weet echt wat hij doet. Maar heeft hij haar verzwaard om haar te laten zinken? Nee, ik denk het niet. Je weet dat zelf niet? Nee. Heb je nooit verteld hoe hij dat gedaan heeft? Ja, natuurlijk wel. Maar hij heeft hoe heeft hij dat gedaan dan? Nou, hij is gewoon de zee ingegaan ver. En toen heeft hij er daarin gegooid. Gewoon zo eraf gegooid. Zo? Nou, dat vind ik, joh. Echt, dat heb je erg gelukkig gehad. Daarom zeg ik ook, ik heb ook echt dat heb je erg gelukkig als hij zo dom is geweest dat hij het zo gedaan heeft, weet je. Dan heb je een gigantische engel boven jou hangen. Maar ik heb gewoon kunnen slapen, hè? Die avond. Ik ben die avond gewoon thuis gegaan. En ik kon gewoon, ik ben maar gewoon... Jij hebt haar echt... Deze uitspraak moet uitermate schokkend zijn voor Nathalie's moeder. Joran ontpopt zich steeds meer als een jongen zonder geweten, die letterlijk geen seconde wakker ligt van deze tragedie. Maar de vraag blijft ondertussen, wie is nou die handlanger die Joran die nacht terzijde heeft gestaan? Maar hoe heet hij dan? Dauri. Dauri wat? Nederlandse jongen. Nee, ja, half Nederlands, half Arubaans, hè? Half Arubaans, Nederlandse moeder of zo. Ja, Nederlandse moeder, Arubaanse vader. Ja. Dauri is dus de tweede sleutelfiguur in het verdwijningsmysterie, in de biecht van Joran. Er is veel te doen geweest over de rol van Jorans vader. Tegenwoordig advocaat, toen rechter in opleiding hier op Aruba. Justitie heeft er altijd rekening mee gehouden dat hij zijn zoon die bewuste nacht misschien wel behulpzaam is geweest. Joran ontkent dat nu en zegt dat het iemand anders is geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij zijn zoon helemaal niet behulpzaam is geweest toen die in de problemen raakte. Joran vertelt Patrick over een bijzondere gunst toen hij de eerste keer in Aruba in de cel zat. Dus ik zeg, papa, weet je, ik heb hier ook dingen nodig. Ik voel me echt ongelukkig en zo, weet je. Ik heb hier een telefoon nodig. En toen zei hij van, ja, dat kan ik niet doen. Toen zei ik van, nee, ik heb het echt nodig, anders krijg ik problemen hier, weet je. Anders gaan mensen misschien in elkaar slaan of zo, al die dingen doen. Toen zei hij van, als ik dit regel, dan ben ik daar gewoon met die jongen die daar eigenlijk alles regelt voor iedereen, weet je. Dan ben ik gewoon met hem. Ja. Dan sta ik gewoon met hem, want niemand kan daar een telefoon binnenkrijgen. Ja. Ja, en toen heeft hij het ook gedaan nog ook. Toen had je lekker contact in de dag, toch? Ja, tuurlijk. En weet je hoe, Patrick? Ik had zo weinig beltegoed, hè. Toen mijn vader is dan ook zo dom. Dan koopt hij de telefoon en dan zat hij er geen fucking beltegoed op. Ja, dus er zat alleen maar 5 gulden op of zo. Of 10 gulden. 10 gulden zat erop. Joran schreef hier in zijn boek ook iets over, maar gaf er toen een heel andere draai aan. Omdat ik bezoek in een apart kamertje mocht zien, vroegen medegevangenen me of ik aan mijn ouders kon vragen of ze een piepkleine mobiele telefoon mee konden nemen. Ik had het niet aan mijn vader gevraagd, want hij zou dat toch niet doen. Als het verhaal dat nu met de verborgen camera is opgenomen waar is, betekent dit dat Jorans vader uit de wind wordt gehouden en dat hij drommels goed weet dat het boek van zijn zoon klinkklare leugens bevat. We zijn inmiddels letterlijk een paar dagen met Joran onderweg. En hij praat steeds vrijmoediger over de nacht dat Nathalie verdween en zijn rol daarin. Onze infiltrant Patrick heeft fantastisch werk geleverd. Hij is natuurlijk geen journalist of rechercheur. Daardoor zijn bepaalde zaken nog niet helemaal goed uit de verf gekomen. We vragen hem daarom of hij Joran nog eens het hele verhaal van die avond van A tot Z wil laten vertellen. Dus ja, die wijven die vragen mij gewoon, kom je vanavond met ons uit? Kom je vanavond met ons naar de Carlos & Charlie's, die bar toe? En ik zo, ja, is goed, het zit al de hele tijd te zuipen, hè? Ik zit al de hele tijd te zuipen en ik weet ook wat van die meisjes zaten ook coke te nemen, want ik kende ook op Aruba Booty en hij had me verteld, ik zei bij hem komen halen daar, weet je. Ja. Dat kan gewoon allemaal, dat weet ik gewoon zeker. En dus ja, ik zo, nee, ik heb de volgende dag school, weet je, we zien niet dit meisje, alsjeblieft, weet je. Ik zo, oh, ik weet dat ze wil neuken, weet je. Natuurlijk welk meisje? Zeker, vriendin van die Nathalie, zelfs niet eens die Nathalie, weet je. En toen belde ik die Deepak en die Satish, want die hebben ook die auto, weet je, zeg ik tegen die meisjes, oké. Okay. Dus ik zeg, oké, okay, ik ontmoet je daar. Dus we gaan naar Carlos & Charlie's.
En ik kom daar en ik zie die hele groep koningmama meisjes, weet je. En ik ga met dat ene meisje die ik lekker vind praten. Ik ging niet eens voor die Natalie Patrick. En ik praat dus met haar en dan zegt ze tegen me, nee, weet je wat? Dat meisje heeft shotgun op je. Ik zei, shotgun op me. Ik zei, ja, ga met de dansers. Ik loop naar het bar. Ze hadden over me zitten praten. Dat meisje zei, kom met me dansen. En ik zei van, nee, ik ga niet op die stage met je dansen. Kom hier beneden, weet je. Praten we even. Ik ga even wat drinken met die bak en satief. Dus ik ging wat met ze drinken. Wat te drinken halen bij de bar daar. En toen kwam ze gewoon zelf naar beneden toe. Van die bar af. Kwam ze naar me toe. Kwam ze de die Natalie. Okay. Kwam ze, kom, ga je jelly shot van me nemen. Sprong die hoer op de bar. Wou ze dat ik uit haar navel een jelly shot nam. Dus ik heb het gedaan. En toen zei ze van, ja, maar nu moet je nog wel een drankje voor me kopen. Ik zo, wat je wil. Ja. Zei ze, ja, wat is goed. Ik zo, doen we wel een shot Bacardi 151. Ja. Zei ze, oké, is goed. Dus shot Bacardi 151. Ze neemt dat, ik zie het. Oeh, ze is gelijk in één keer. Boep, bam, 151 proef, hè. 151 proef is dat, 75% alcohol. Huh. En ze vraagt voor een chaser. Ik had nog zo'n yard in mijn hand, zo'n lang drankje. Ze neemt dat aan, ze dronk daar wat van. En ja, ik zie ook, ze is dronken, Patrick. Ze is echt dronken ook. Maar ik weet het, ik had zo'n dag gewoon, weet je, ik neem het meisje gewoon even mee gaan neuken. En toen zeg ik dus, oké, wat wil je gaan doen? Wil je naar je hotel toe? Ik dacht, ik ga gewoon met haar naar de hotel toe. Wat denk je, dat is het beste. Zegt ze, nee, ik wil niet naar mijn eigen hotel toe. En toen zei ik tegen haar, oké, wat wil je dan doen? Zegt ze tegen me, ik wil haaien gaan zien. Ik lul niet tegen je, Patrick. Nee, ik ga haaien zien. Kijk, weet je, ik heb vaak gezegd, weet je, vertel me, je hebt me al verteld. Sommige mensen zijn raar, Patrick. Ze zei, ik wil haaien zien. Ik zei, haaien zien, waar heb je het over? Zei ze, ja. Dus ja, ik was met haar en toen zei ik tegen die jongens, weet je, van ja, kom je, ik wil ergens met haar wel alleen heen, maar ze wil niet terug naar het hotel, weet je. Ik wil ook wel een beetje doen wat zij wil. Zo wordt het ook. Dus eigenlijk, zet ons maar bij het strand af, dan ga ik met een neuk en dan breng ik haar naar het hotel toe. Ja. Dus ja, ze hebben me bij het strand daar afgezet. Waar dan? Bij die dingetjes? Net bij die hoek daar. Bij Marriott daar, tussen Marriott en Fisherman's Hut. Oké. Daarin, daar heb je zo'n weg, zet ze me daar af. Dus ik stap uit en ik loop met haar het strand op en ik zit met haar te zoenen en zo. Maar ze ziet er ook niet zo heel goed uit, weet je. Ze was ook best wit, maar ze wou echt. Dus ik zit met haar en ik zit met haar te zoenen en ik zit haar te vingeren en ze zit met haar hand in mijn broek en zo. Ja, in één keer, Patrick. Weet ik veel wat ze allemaal deed. Ja man, in één keer. En ik zo, koenje, wat is dit allemaal, weet je. Wat heb je toen gedaan, man? Ja, dus ik bij haar blijf. Ik zo, je gaat en er was niemand daar, Patrick. Het is ongelooflijk. Nee, tuurlijk is er niet. Het is 's nachts, Joran. En ja, ik dus met haar praten. Met haar praten. En ze zegt niks. Dus ik pak haar. Hoe lang heeft ze zo getrild dan? Weet je wat dat is? Ja, ik weet dat niet, Patrick. Epileptische aanval of zo, man. Ik weet dat niet, Patrick. Maar hoe, ze trilde en schuim ook uit de mond? Nee, geen schuim uit de mond. Niet dat ik heb gezien. Okay. Ik heb verder toen en ik ben in paniek, weet je. Ik denk, kom je, ik moet volgen. En niemand weet eens dat ik uit het huis ben, weet je. Ik ben uit het huis gewoon gegaan. Dus ik zou denken van, wat moet ik doen? En kijk, er zijn weinig mensen die ik vertrouw. Maar dit is een jongen, ik heb ook iets op hem. Waarvoor die mij dit ook nog eigenlijk, ja. Schuldig. Nee, ik kan dat niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat iemand me zoiets schuldig is. Dat is te ver. Ja. Maar ik zei tegen hem, ik heb een probleem en ik kom hier. En ik weet, als hij daar was gekomen en had gezegd, ik help je niet. Je moet het zelf oplossen. Ja. Dan had hij ook niet gepraat. Ja. Misschien dan wel, maar ik weet het niet. Maar ja, ik weet ook hoe deze persoon is. Oké. En dat is die, weet je die jongen? Dauri. Oké, man. En ik sprak met hem en ik zeg hem van, er is echt iets gebeurd, iets slechts hier net. Maar waar sprak je met hem? Ik sprak met hem op de telefoon, van de betaaltelefoon. Daar van waar dan? Van de Marriott Hotel. Maar waar zit dat gebeurd? In de lobby? Nee, het zit net buiten bij het zwembad daar. Ongelooflijk. Ik zit daar altijd. En toen heb je haar gewoon daar laten liggen? Toen heb ik haar, want je hebt daar van die dwerven dingen. Normaal heb je zo'n van zo'n... Die hutjes, je hebt die bootjes. Ja, maar je hebt ook allemaal van die planten. Die mangrovenachtige dingen. Dat bedoel ik. Dus ja, ik heb haar gepakt en ik heb haar daar een beetje bij die mangroven dingen gezet. En ik zei tegen hem, ik zit hier, je moet hierheen komen. En hij woont alleen, hè. Hij houdt niet van die shit, hij heeft wel zijn neuks en hij woont alleen. Altijd. Zo hoort het, zegt hij. Ja. En toen kwam die daarheen. En hij zegt tegen me, Johan, wat heb je gedaan? Maar ze ziet er lief uit, weet je. Ze ligt gewoon stil. Ze ligt gewoon stil.
Ze doet niks. En zij zo, wat is er gebeurd? Ik zei, ik weet het ook niet, man. Ik weet het ook niet. Ik denk dat het maar heb jij geprobeerd te reanimeren? Natuurlijk, Pet. Ik heb alles geprobeerd, man. Ik heb haar geprobeerd te schudden. Ik zat altijd te schudden van wat doet dit er met je, man. Ik wou bijna huilen van waarom moet het shit met mij zo gebeuren. Tuurlijk, man. Tuurlijk. En ik zeg tegen dit kraam toch allemaal niet. En ik zei, ik was goed. En toen was hij daar ook bij? Toen was hij daar ook bij, ja. Ja. En hoe laat was dat? 2:30, 2:00. Ongelooflijk. En hij zegt tegen me, dit is een groot probleem. Maar hij heeft zijn eigen bootje daar op Aruba ook, hè. Dat heeft hij wel. Okay. Hij werkt bij een van die... hij werkt gewoon particulier voor een van die mensen. Ook als... hoe dan wilt met al die... bananaboots en al die tubes en zo. Oh, die funboats of zo, waar je met die bananen op kan zitten met z'n allen. En dan heeft hij zijn eigen bootje, maar dan werkt hij gewoon voor een van die mensen. Voor die mensen, als hij die groep heeft, dan staat hij wat af of zo. Dat is een beetje zijn coverwerk, weet je. Okay. Dat goed hoor, je moet geld verdienen. Ja, dat moet iets doen. Dat doet hij goed, hij is niet dom. Nee, hij is ook niet dom, maar hij zit daar en hij zo, Johan, je weet ook, ik zou veel voor je doen, maar dit wordt een groot probleem, zei hij. En hij zei, hoe dan ook, je krijgt hier de schuld. En ik zei, ik weet het niet, ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan niet naar de politie, ik kan dit niet allemaal. Hoe kunnen we het oplossen? Toen zei hij, zijn boot staat daar zo, zondag staat daar zo bij die pier zo, ik weet het ook. Ja. En hij zei tegen me, oké, help me dan eventjes. Ja. En dus hebben we gewoon aangenomen naar die boot. Getild. Ja, met z'n tweetjes even snel. En hij zei, niemand heeft je gezien toen ook? Want het is toch bij de merrie die bootjes daar? Ja, maar er is niemand op. Niemand let op je s'avonds daar als je loopt. Het is donker. Maar zelfs al loop je daar met iemand, dan denken ze zijn aan het spelen of zo, weet je. Ja, die teelt zo'n dingen, wij zijn bezopen of wat dan ook. Ze letten niet op je. En hij zei tegen me van... wat zei hij toen tegen me? Toen ik daar was, zei hij van... Ja, maar weet je, je moet wel morgen naar school toe gaan en die dingen. Want als er een vermist meisje is, dan... Hij is slim, Joran. En met deze dingen ook. Ik zei, je hebt helemaal gelijk. Ik moet gewoon normale dingen doen. En ik zei bovenop, ik ga er morgenavond ook nog even naar het casino toe... dat ik op de camera ben en zo. Okay. En ik zei, oké, is goed. Prima. Dus ik ben naar huis gegaan. Hoe ben je naar huis gegaan dan? Ik ben gewoon gelopen, man. Wat denk je? Hij moest die dingen... Hoe ben je dat lopen dan? 15 minuten of zo. En het schoenen geval is allemaal gelul, Pet. Dat weet ik wel. Heeft hij die schoenen? Nee, die schoenen die hebben we gewoon weggegooid. Die heb ik gewoon zelf weggegooid. Op de weg daar naartoe, op de weg naar huis toe, dan... Hoe uitgetrokken weg? Nee, van die putjes heb je daar. Hoe ergens in die putjes? Van de riolering of zo. Ja. Oké, maar jij loopt naar huis en hij vaart direct naar buiten. Hij vaart direct naar buiten. Hij, kijk, wat hij me heeft verteld, is volgens mij is hij niet eens 2 kilometer gegaan of zo. Hij heeft me verteld, hij heeft die boot genomen. Hij is ver gegaan en hij heeft er gewoon over de zij gegooid. Dus die teruggekomen, heeft hij zijn boot daar gezet. En is hij nog bij mij thuis langsgekomen. Ja, nog even. S'nachts. Ja. En toen hebben we nog even gesproken. En toen zei hij tegen me van, het is allemaal goed. Ze gaat gewoon vermist zijn, ze gaan zoeken, maar ze gaan niks weten. Misschien komen ze nog bij jou. En toen zei ik van, we moeten het wel even goed allemaal afspreken, heb ik tegen hem gezegd. Ja. Want ik ben, we waren allebei natuurlijk wel een beetje nerveus. Het is natuurlijk ook iets, het is niet iets zo klein, weet je. We waren allebei van, we hebben samen wel dingen gedaan eerder. Dat is zo. Kijk, daarom, ik weet ook dat toen ik, als ik iemand moest bellen, dat ik hem moest bellen. Ja. En dat hij dat voor me zou doen. Ja. Maar, ik op dat moment was het zo van... Het moest goed zijn. Als de politie toch zou komen voor de vermissing bij mij, want ze hebben mij gezien weggaan met Cars and Charlie's, met dat wijsje. Die jongens die weten oké, die hebben me alleen daar afgezet. Die weten verder niks meer. Die domme jongens, Patrick. Die zijn het niet eens waard, weet je. Nee, maar dat heb ik wel aan de raad, ja. Maar die hebben je afgezet en voor de rest moet je nog denken, hoe kon je maar eigenlijk moeten zijn om hem ook te laten zeggen, om hun ook te laten zeggen, dat ze het met het hotel hebben afgezet, hè? Dat heeft het ook helemaal in de war gegooid, hè? Ja, natuurlijk. Dat heeft het helemaal in de war gegooid. Dus ik zei tegen hem, oké, als de politie komt, die bakkenisaties, die hebben we daar bij het strand afgezet. Dus ik moet ook met hun praten. Ja. Toen zei ze, dat is zo. Dus dat, maar ja. Jij hebt die twee nooit niks verteld, hè? Nooit. Nee. Alleen nu toch achteraf, weet je, ik had niet kunnen weten dat het shit zoveel media is. Nee, daar heb je een beetje pech mee gehad, dat het zo'n gigantische media fucking hype is geworden, weet je. Maar nu kan ik daar ook weer misbruik van maken. Ja. Heb je niks te roken dan? Ja, gewoon, maar daar is niks te roken.
Ik ben gisteren weggegaan, je had geen lied meer, of wel? Nee, maar mij is stom, toch? Ik heb het niet meer. Oké, dus... Ja, dat was dat dan, of niet? Patrick, ik heb 2 uurtjes met haar geweest, Patrick. Maar je was er aan het vingeren, toen een ding bij me afgelopen? Nee, ik was aan het vingeren, aan het lullen. Gewoon met haar aan het lullen. En toen ik wou... Dat ze me even met de piklo ging zuigen, ik wou dat net gaan zeggen. En toen in één keer... Klaar. Wat is het, zo trillen? En die politieagenten, die hebben me tijdens die verhoren... Die geven je zoveel informatie over wat ze weten, hè? Ze willen het gelijk allemaal op tafel gooien, maar ze weten geen shit. Oké, als dat zo is, dan is dat wel zo. Ik had ook nog, hè, ik was zo player toen ik daar wegging. Ik heb ook nog gewoon mijn vriendinnen ge-sms'd, hè, van hey, schatje, ik zie je morgen en zo. Ik had er helemaal geen slecht gevoel bij. Ik heb er geen nacht slaap over verloren. Ik dacht, het gaat door, we moeten door. Het moet er goed uitzien, dan kunnen ze me niks doen. En zo is het ook gegaan. Joran, het is klaar, ja? Maar Dauri, praat je wel eens met hem? Ja, ik praat wel eens met hem. Vaak? Nee. Zo. Hoe praat je? Telefoon? Nee, zie je met hem? Internet. En kan dat... niet, Joran. Kan niet. Nee. Maar over dit ding praten we alleen als we met elkaar zijn. Joran. Duidelijke aanhoudende bekentenissen. Waaruit blijkt dat Joran geen seconde wakker ligt van alles. Maar de vraag is of het ook allemaal de waarheid en niets dan de waarheid is. Dat Joran onze infiltrant Patrick zowel in woord als gebaar volledig in vertrouwen neemt en een harde bekentenis doet, dat is duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat hij bepaalde gebeurtenissen niet kan hebben afgezwakt, achtergehouden of verdraaid. Zelfs in de beste huwelijken zijn partners niet altijd volledig of waarheidsgetrouw naar elkaar als dat een keer beter uitkomt. En in bekentenissen in misdaadzaken is dat helemaal een bekend verschijnsel. En dat kan dus ook gelden voor sommige dingen die Joran zegt over bijvoorbeeld de doodsoorzaak van Natalie of de manier waarop hij die nacht is thuisgekomen. Soms had ik ook het gevoel dat hij zich wel eens versprak als hij het over zijn helper van die nacht had. Of moet ik zeggen helpers? Want hij spreekt dan vaak in meervoud, hogere machten, mensen die hem hebben geholpen. Is er iemand die hij op die manier beschermt? De ene dag zegt Joran dat hij de naam van zijn helper tot in zijn graf mee zal nemen. Om de volgende dag... Kom je vanavond met ons uit? Kom je vanavond met ons naar de Carlos & Charles, die bar toe? En ik zo, ja, is goed. En ze zitten al de hele tijd te zuipen, hè? Ze zitten al de hele tijd te zuipen. En ik weet ook wat van die meisjes zaten ook coke te nemen. Want ik kende ook op Aruba Booty. En hij had me verteld, ik zei bij hem komen halen daar, weet je. Ja. Dat kan gewoon allemaal, dat weet ik gewoon zeker. En dus ja, ik zo, nee, ik heb de volgende dag school, weet je, we zien niet het meisje, alsjeblieft, weet je. Ik zo, oh, ik weet dat ze wil neuken, weet je. Ik welk meisje? Zeker, vriendin van die Natalie, zelfs niet eens die Natalie, weet je. En toen belde ik die Deepak en die Satish, want die hebben ook die auto, weet je, zeg ik tegen die meisjes, oké. Ik zeg, ik kom met je daar. Dus we gaan naar Carlos & Charles. En ik kom daar en ik zie die hele groep konjimama meisjes, weet je. En ik ga met dat ene meisje die ik lekker vind praten. Ik ging niet eens voor die Natalie, Patrick. En ik praat dus met haar en dan zegt ze tegen me, nee, weet je wat? Dat meisje heeft shotgun op je. Ik zei, shotgun op me. Ik zei, ja, ga met de dansen. Dus ik loop naar de bar. Ze hadden over me zitten praten. Dat meisje zei, kom met me dansen. En ik zei van, nee, ik ga niet op die stage met je dansen. Kom hier beneden, weet je, praten we even. Ik ga even wat drinken met die bak en Satish. Dus ik ging wat met ze drinken. Wat te drinken halen bij de bar daar. En toen kwam ze gewoon zelf naar beneden toe. Van die bar af kwam ze naar me toe. Natalie. Oké. Kwam ze, kom, ga je jelly shot van me nemen. Sprong die hoer op de bar, wou ze dat ik uit haar navel een jelly shot nam. Dus ik heb het gedaan. En toen zei ze van, ja, maar nu moet je nog wel een drankje voor me kopen. Ik zo, wat je wil. Ja. Zei ze, ja, wat is goed. Ik zo, doen we wel een shot Bacardi 151. Ja. Zei ze, oké, is goed. Dus shot Bacardi 151. Ze neemt dat, ik zie het. Oeh, ze is gelijk in één keer. Boep, bam, 151 proef, hè. 151 proef is dat, 75% alcohol. Huh. En ze vraagt voor een chaser. Ik had nog zo'n yard in mijn hand, zo'n lang drankje. Ze neemt dat aan, ze dronk daar wat van. En ja, ik zie ook, ze is dronken, Patrick. Ze is echt dronken ook. Maar ik weet het, ik dacht gewoon, weet je, ik neem het meisje gewoon even mee gaan neuken. En toen zeg ik dus, oké, wat wil je gaan doen? Wil je naar je hotel toe? Ik dacht, ik ga gewoon met haar naar de hotel toe. Wat denk je? Dat is het beste. Zegt ze, nee, ik wil niet naar mijn eigen hotel toe. En toen zei ik tegen haar, oké,
Wat wil je dan doen? Zegt ze tegen me, ik wil haaien gaan zien. Ik lul niet tegen je, Patrick. Nee, ik ga haaien zien. Kijk, weet je, ik heb het vaak gezegd, weet je, vertel me, je hebt me al verteld. Sommige mensen zijn raar, Patrick. Ze zei, ik wil haaien zien. Ik zei, haaien zien, waar heb je het over? Ze zei, ja. Dus ja, ik was met haar en toen zei ik tegen die jongens, weet je, van ja, kom je, ik wil ergens met haar wel alleen heen, maar ze wil niet terug naar het hotel, weet je. Ik wil ook wel een beetje doen wat zij wil. Zo wordt het ook. Dus eigenlijk, zet ons maar bij het strand af. Dan ga ik met een neuk en dan breng ik haar naar het hotel toe. Ja. Dus ja, ze hebben me bij het strand daar afgezet. Waar dan? Bij die dingetjes? Net bij die hoek daar, net bij die hoek daar. Bij Marriott daar, tussen Marriott en Fisherman's Hut. Oké. Daar heb je zo'n weg, zet ze me daar af. Dus ik stap eigenlijk, ik loop met haar het strand op en ik zit met haar te zoenen en zo. Maar ze ziet er ook niet zo heel goed uit, weet je. Koenje, ze was ook best wit, maar ze wou wel, ze wou echt. Dus ik zit met haar en ik zit met haar te zoenen en ik zit er te vingeren en ze zit met haar hand in mijn broek en zo. Ja, in één keer, Patrick. Weet ik veel wat ze allemaal deed. Ja man, in één keer. En ik zo, koenje, wat is dit allemaal, weet je. Wat heb je toen gedaan dan? Ja, dus ik bij haar blijf. Ik zo, je gaat en er was niemand daar, Patrick. Het is ongelooflijk. Natuurlijk is er niet, het is 's nachts, Joran. En ja, ik dus met haar praten. En ze zegt niks. Dus ik pak haar. Hoe lang heeft ze zo getrild dan? Weet je wat dat is? Ja, ik weet dat niet, Patrick. Epileptische aanval of zo, man. Ik weet dat niet, Patrick. Maar hoe, ze trilde en schuim ook uit de mond? Nee, geen schuim uit de mond. Niet dat ik heb gezien. Okay. Ik heb verder toen, ik ben in paniek, weet je. Ik denk, kom je, ik moet volgen. En niemand weet eens dat ik uit het huis ben, weet je. Ik ben uit het huis gewoon gegaan. Dus ik zou denken van wat moet ik doen, wat moet ik doen. En kijk, er zijn weinig mensen die ik vertrouw. Maar dit is een jongen, ik heb ook iets op hem. Waarvoor die mij dit ook nog eigenlijk, ja. Schuldig is. Nee, ik kan dat niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat iemand me zoiets schuldig is. Dat is te ver. Ja. Maar ik zei tegen hem, ik heb een probleem en ik kom hier. En ik weet, als hij daar was gekomen en had gezegd, ik help je niet. Je moet het zelf oplossen. Ja. Dan had hij ook niet gepraat. Ja. Misschien dan wel, maar ik weet het niet. Maar ja, ik weet ook hoe deze persoon is. Oké. En dat is die, weet je, jongen? Dauri. Oké, man. En En ze is ook niet in handen gevallen van een vreemde die haar op het strand heeft belaagd nadat Joran, naar zijn eigen zeggen, daar was vertrokken. Nee, het was Joran van der Sloot en een vriend van hem. En het is nu de taak aan onze infiltrant Patrick om te achterhalen wie dat was. SBSS feliciteert Peter R. de Vries met zijn Emmy Award. Peter R. de Vries maakt ook nog kans op de prestigieuze gouden televisiering. Ga naar sbss.nl van SBSS. Ja, blijkbaar, want hij had al weg moeten rijden, maar hij parkeert nu opeens. We weten dus ook niet waarom hij dat doet. Dat staat er dan ook natuurlijk leuk op. Als ze daar in de auto over praten, dat Joran daarmee bezig is. Hoe is dat? Mag je niet in, joh. Laat me jullie gaan. Hey, shit. Nu Joran tegen Patrick een bekentenis heeft afgelegd, is duidelijk merkbaar dat de drempel om erover te praten weg is. Daar dacht ik dat ik schreeuw geworden. Ik schreeuw een beetje, doe een beetje leidje. Je lijkt weer op mijn neefje. Ja. Patrick kan zijn aanvankelijke omzichtigheid bijna helemaal laten varen en volop doorvragen. Oh, hoe weet je dan dat ze dood was, Joran? Ja, dat weet ik gewoon. Hoe zag je dat dan? Heb je gevoeld aan haar pols of zo? Maar hoe ging het in één keer dan? Ja, ik heb gewoon niet tegen haar gezeten, want er niks meer, ze was klaar. Heb jij geprobeerd te reanimeren? Ik heb alles geprobeerd, ik heb haar opgetild. Ik heb, weet je, één ding snap ik niet. Oké, kijk, ze ligt daar dood dan, hè? Die vriend, hè? Patrick, ik ging er ook wel op. We hadden een groepje jongetjes daar waar we mee omgingen. Vanaf kleins af aan, weet je. En die jongens nu nog steeds. Ze bellen me nog steeds af en toe, maar ze hebben ook niet veel geld, weet je. Ze maar ben je niet veel... bang dat die vent er ooit gaat praten? Patrick, als die jongen... Natuurlijk ben ik daar bang voor. Maar ik heb ook iets op die jongen, Patrick. Ik heb ook iets op hem, wat hij ook doet. Maar waarom heeft hij dat al zo gedaan? Maar heeft hij zelf een boot? Ja, tuurlijk. Hoe heet die fucking boot dan?
maar dat, kan je dat dit, ik vind dat ik, tegenover hem kan ik dat gewoon niet maken. In mijn mond zal niemand nooit niks horen, weet je. Hij woont nu niet meer op Aruba. Hij zit nu niet op Aruba. Hij woont in Nederland. Ja. Maar, jouw vader dan, als je thuis komt, merkte hij niks aan jou? Mijn vader slaapt allemaal. Patrick, het was om 3 uur 's avonds of zo, 4 uur 's avonds. Dat je thuis kwam? Nee, dat toen 2 uur of zo is het gebeurd. Ik was om 3 uur thuis of zo, weet ik veel, 2:30. En toen 2:30 ben ik gelijk op de computer gegaan of zo. Maar ja, dus ik ben, ik ben maar een 2,5 uur periode met dat meisje geweest. Alleen? Ja, je kan dus in 2,5... Dus ik heb eigenlijk in de hele... Ik heb haar ook niet de dag ontmoet dat we dingen samen hebben gedaan. Alleen in 2,5 uur samen kan je toch niet iemand vermoorden en iets mee doen? Dat weet iedereen. Dat kan niet. Of moet je professionele... Voor een knul van nog maar 17 jaar geeft Joran er blijk van dat hij over veel tegenwoordigheid van geest beschikt. Hoewel er net een meisje bijna letterlijk in zijn armen is overleden, realiseert hij zich direct dat zijn gedragingen later die nacht van groot belang zijn. Hij spoedt zich daarom naar huis, schuift achter de computer en laat daar sporen na die aannemelijk moeten maken dat hij het grootste gedeelte van die nacht is thuis geweest en helemaal niet in staat was om een lichaam te verbergen. Uitgekookt. Maar Joran is dan ook wel zoon van een advocaat en een rechter in opleiding. En daarom misschien meer doordrongen van de noodzaak van een goed alibi. Ik heb ook 18 jaar op Aruba gewoond, weet je. Natuurlijk, je kent mensen, weet je. Maar wat jij vraagt aan deze persoon, hè? Joran, hè? Ik heb het niet gevraagd. Je hebt het niet gevraagd? Ik heb het niet gevraagd. Hij heeft het aangeboden. Hij heeft het aangeboden. Ongelooflijk. En hij zag mij daar. Ja, natuurlijk helemaal emoties en hij wist kapot. Ook, en hij wist ook, weet je, ik ging ook naar Amerika toe en daarheen. Ja, en hij wou je redden. Hij dacht van, en hij kon natuurlijk ook niet weten dat het zo groot was. Maar ik heb ook daarna nog met hem erover gesproken, Patrick. Ik heb nog met hem avonden gezeten. Hoe oud is hij dan ongeveer? Net zo oud als jou? Nee, 25. 25. Maar weet je wat het meest bizar is? Maar hem hebben ze nooit gearresteerd in Israël. Dat is zo bizar. Door alles heen. Goed geweest daar. Dus ja, wie het is ga ik ook niet noemen, maar het is niet mijn ouders, noemen we ook. Ja, iemand die gewoon echt een goede vriend van boot. Is. En ja. Dat is klaar, joh. Als je hem met de boot weggebracht hebt naar buiten, ja, verder dan 2 mijl, komt ze nooit meer terug, hoor. Dit is niets minder dan een spijkerharde bekentenis, waarvan niemand op Aruba in Nederland of de Verenigde Staten nog dacht dat die er ooit zou komen. Natalie is dood. Joran was erbij. Hij heeft haar lichaam samen met een vriend in zee gedumpt. Hij weet precies hoe het zit. En hij heeft alles en iedereen de afgelopen 3 jaar... op een verschrikkelijke manier om de tuin geleid. De volgende vraag die rijst is natuurlijk... wie was die hulpvaardige vriend? En hoe is alles die nacht in zijn werk gegaan? Ja, nee, maar kijk, deze vriend van mij is ook best slim. Hij is ook wel ouder. Maar waarom zou hij dat willen doen voor jou dan? Ja, we zijn al vanaf... jongste van vrienden. Ja. Kijk, Joran, als je mij zou bellen en zou zoiets zijn, weet je. Ik zou jou ook helpen, maar ja, je moet daar goed over nadenken, weet je. Ja. Nou ja, deze persoon, ja, dat is gewoon... Ik zou ze, weet je... Zijn naam zou gewoon... Tot mijn gast noem ik dat niet, want... Ik vind gewoon dat ik dat tegenover hem, dat kan ik gewoon niet kan maken, man, weet je. Dat ben ik gewoon verplicht voor wat hij ook voor mij is gedaan. Tuurlijk, man. Nou ja, kijk, hij heeft een boot en die boot staat daar. En ja... Ja, toen we daar op het strand waren, toen, ja, heb ik in één keer deze gewoon niks meer. Dus ja, ik hoor hem wel, hoor. Dus die gast, ja, ik belde hem niet eens. Niet naar de betaaltelefoon toe. En ik heb hem gebeld. Ja. En ik zei van, ja, dit is gebeurd, kom, alsjeblieft, kom me helpen, weet je. En ja, bel de politie niet, alsjeblieft, bel de politie niet. En nee, ik bel de politie niet, ik kom niet. En hij is daar gekomen. Lijk geregeld. Nou, nee, ook niet. En hij zei, oh shit. Maar ja, ze zag er normaal uit, weet je, niks aan de hand. Natalie is die nacht dus spontaan in Jorans armen overleden, zegt hij. In dat geval geen misdrijf, maar een ongeluk. Spreekt Joran hier de waarheid? Of houdt hij zelfs tegenover Patrick nog iets achter? Joran vertelt verder. Ja, maar dit kan niet. Je moet naar huis gaan. Ja. Nee, sowieso, nee. Kan je dit niet vragen? Nee, maar ga nu naar huis. Ga nu naar huis. En ik kreeg de rest. En toen ben ik dan, ja, toen ben ik naar huis gegaan. Mooi wel, maar deze school zit. Deze man heeft gewoon hard. Ja, nee, maar dat
Dat is wel even gewoon hard, weet je. Ik heb jou geld gegeven, moet hem geld geven. Ja, maar als ik hem ooit iets vertrouw, ik zal mijn leven voor geven. Ja, dat doet niet. Maar financieel kan je hem. En ik ga je zorgen dat jij hem financieel kan helpen. Dat is echt goed. Ongelooflijk, man. Ja, weet je wel, ik heb je altijd gezegd, ik wist het wel, weet je. Ik weet het, man. We hebben het er niet meer over. Ja, is goed, man. Ja, toch? Ik ben blij dat de zaak voorbij is voor je. Ja, toch? Ik ben er blij mee voor je, man. Ja, toch? Ik ben er blij mee, man. Ik zeg het je ook heel prettig. De twee personen die ik het meeste vertrouw hier. Van iedereen, die personen, ja. En met deze emotionele handdruk bezegelt Joran zijn bekentenis over het noodlot dat Natalie die nacht heeft getroffen. Het is dus niet moeder Beth geweest die de hand in de verdwijning heeft gehad, zoals de laatste tijd veel op internet is gesuggereerd. Evenmin is Natalie er zelf vandoor gegaan, zoals ook volop is beweerd. Ik sprak met hem en ik zeg hem van... er is echt iets gebeurd, iets slechts hier net. Maar waar sprak je met hem? Ik sprak met hem op de telefoon, van de betaaltelefoon. Daar van waar dan? Van de Marriott Hotel. Maar waar is dit dat gebeurd? In de lobby? Nee, het zit net buiten bij het zwembad. Ongelooflijk. Ik zit daar altijd. En toen heb je haar gewoon daar laten liggen? Nou, luister dit. Toen heb ik haar, want je hebt daar dwerven dingen. Ik weet niet of ze hebben van zo'n... En die hutjes, je hebt die bootjes. Ja, maar je hebt ook allemaal van die planten. Ja, die mangrovenachtige dingen. Dingen, dat bedoel ik. Dus ja, ik heb haar gepakt en ik heb haar daar een beetje bij die mangroven dingen gezet. En ik zei tegen hem, ik zit hier, je moet hierheen komen. En hij woont alleen, hè. Hij houdt niet van die shit, hij heeft wel zijn neuks en hij woont alleen. Altijd. Zo hoort het, zegt hij. Ja. En toen kwam hij daarheen. En hij zegt tegen me, Johan, wat heb je gedaan? Maar ze ziet er lief uit, weet je. Ze ligt gewoon stil. Ze doet niks. En zij zegt, wat is er gebeurd? Ik zeg, ik weet het ook niet, man. Ik denk dat het... Maar heb jij niet geprobeerd te reanimeren? Natuurlijk, Pet. Ik heb alles geprobeerd, man. Ik heb haar geprobeerd te schudden. Ik zat dat lijf te schudden van, wat doet dit er met je, man? Ik wou bijna huilen van, waarom moet het shit met mij zo gebeuren? Tuurlijk, man. Tuurlijk. En ik zeg tegen dit kraam toch allemaal niet. En ik zei, ik was goed. En toen was hij daar ook bij? Toen was hij daar ook bij, ja. Ja. En hoe laat was dat? 2:30, 2:00. Ongelooflijk. En hij zegt tegen me, dit is een groot probleem. Maar hij heeft zijn eigen bootje daar op Aruba ook, hè. Dat heeft hij wel. Okay. Hij werkt bij een van die... hij werkt gewoon particulier voor een van die mensen. Ook als... hoe dan wilt met al die... bananaboots en al die tubes en zo. Die funboots of zo, waar je met die bananen op kan zitten met z'n allen. En dan heeft hij zijn eigen bootje, maar dan werkt hij gewoon voor een van die mensen. Voor die mensen, als hij die groep heeft, dan staat hij wat af of zo. Dat is een beetje zijn coverwerk, weet je. Okay. Dat doet goed hoor, je moet geld verdienen. Ja, dat moet hij stom. Dat doet hij goed, hij is niet dom. Nee, hij is ook niet dom, maar hij zit daar en hij zegt, Johan, je weet ook, ik zou veel voor je doen, maar dit wordt een groot probleem, zei hij. En hij zei, hoe dan ook, je krijgt hier de schuld. En ik zei, ik weet het niet, ik weet niet wat ik moet doen, ik kan niet naar de politie, ik kan dit niet allemaal, hoe kunnen we het oplossen? Toen zei hij, zijn boot staat daar zo, staat daar zo bij die pier zo, ik weet het ook. Ja. En hij zei tegen me, oké, help me dan eventjes. Ja. En dus hebben we gewoon aangenomen naar die boot. Getild. Ja, met z'n tweetjes even snel. En hij zei, niemand heeft je gezien toen ook? Want het is toch bij de Marriott die bootjes daar? Ja, maar er is niemand op. Niemand let op je s'avonds daar als je loopt. Het is donker. Maar zelfs al loop je daar met iemand, dan denken ze zijn aan het spelen of zo, weet je. Ze denken wij zijn bezopen of wat dan ook. Ze letten niet op je. En hij zei tegen me van... wat zei hij toen tegen me?
Toen ik daar was, zei hij van ja, maar weet je, je moet wel morgen naar school toe gaan en die dingen. Want als er vermist meisje is, dan... Hij is slim, Joran. En ik wist de dingen ook. Ik zei, ja, je hebt helemaal gelijk. Ik moet gewoon normale dingen doen. En ik zei bovenop, ik ga er morgenavond ook nog even naar het casino toe, dat ik op de camera ben en zo. Okay. En ik zei, oké, is goed. Prima. Dus ik ben naar huis gegaan. Hoe ben je naar huis gegaan dan? Ik ben gewoon gelopen, man. Wat denk je? Hij moest die dingen... Hoe ben je dat lopen dan? 15 minuten of zo. En het schoenengeval is allemaal gelopen. Dat weet ik wel. Heeft hij die schoenen? Nee, die schoenen die hebben we gewoon weggegooid. Die heb ik gewoon zelf weggegooid. Op de weg daar naartoe, op de weg naar huis toe, dan... Cool, uitgetrokken weg. Nee, ja, van die putjes heb je daar. Gewoon ergens in een putje. Van de riolering of zo. Ja. Oké, mama. Jij loopt naar huis en hij vaart direct naar buiten. Hij vaart direct naar buiten. Kijk, wat hij me heeft verteld... Is volgens mij is hij niet eens 2 kilometer gegaan of zo. Hij heeft me verteld, hij heeft die boot genomen. Hij is ver gegaan en hij heeft er gewoon over de zij gegooid. Dus hij is teruggekomen, heeft hij zijn boot daar gezet. En is hij nog bij mij thuis langsgekomen. Ja, s'nachts. Ja. En dus, toen hebben we nog even gesproken. En toen zei hij tegen me van, ja, weet je... Het is allemaal goed, ze gaat gewoon vermist zijn. Ze gaan zoeken, maar ze gaan niks weten. Misschien komen ze nog bij jou. En toen zei ik van, ja, weet je wat, we moeten het wel even goed allemaal afspreken, heb ik tegen hem gezegd. Ja. Van, want ik ben, ja, we waren allebei natuurlijk wel een beetje nerveus. Het is natuurlijk ook iets, het is niet iets zo klein, weet je. We waren allebei van, ja, we hadden ook wel samen, we hebben samen wel dingen gedaan eerder. Dat is zo, kijk, daarom, ik weet ook. Ik weet, weet je, maar ja, ik heb het ook goed gespeeld, hoor, in het begin. Want... In het begin, ik dacht, jongen, ik kan ze vertellen wat ze willen, weet je. Want als ze toch geen bewijs tegen me krijgen, dan, ja. Ze naaien me toch niet. Nee. Ze kunnen toch niks. Uiteindelijk kunnen ze toch niks. Maar ja, hem hebben ze nog niet eens ondervraagd. Ze wisten het. Alles hebben ze gedaan, maar deze jongen... Ik heb ongelooflijk veel mazzel gehad. Maar hoe ver heeft hij haar dan gebracht? Deze jongen moet het echt goed gedaan hebben, weet je. Ja, maar deze jongen die weet maar ook wat hij doet. Maar hoe ver heeft hij... Ik vaart hij vaak, hij weet veel van boten af, hij weet veel van de zee, hè? Zijn eigen boot, rijbewijs ding. Een vaarbewijs, ja, die jongen die weet echt wat hij doet dan. Maar heeft hij haar bezwaard om haar te laten zinken? Nee, ik denk het niet. Je weet dat zelf niet? Nee. Heb je nooit verteld hoe hij dat gedaan heeft? Ja, natuurlijk wel, maar hij heeft... Hoe heeft hij dat gedaan dan? Nou, hij is gewoon de zee ingegaan ver en toen heeft hij er daarin gegooid. Gewoon zo eraf gegooid. Zo? Nou, dat vind ik, ja. Echt, dan heb je echt geluk gehad. Daarom zeg ik ook, ik heb ook echt geluk gehad. Dan heb je echt geluk gehad. Als hij zo dom is geweest dat hij het zo gedaan heeft, weet je. Dan heb je een gigantische engel boven jou hangen. Maar ik heb gewoon kunnen slapen, die avond. Ik ben die avond gewoon thuis gegaan. En ik kon gewoon, ik ben gewoon... Maar je hebt haar echt... Deze uitspraak moet uitermate schokkend zijn voor Nathalie's moeder. Joran ontpopt zich steeds meer als een jongen zonder geweten, die letterlijk geen seconde wakker ligt van deze tragedie. Maar de vraag blijft ondertussen, wie is nou die handlanger die Joran die nacht terzijde heeft gestaan? Maar hoe heet hij dan? Dauri. Dauri wat? Nederlandse jongen. Nee, ja, half Nederlands, half Arubaans, hè? Half Arubaans, Nederlandse moeder of zo. Ja, Nederlandse moeder, Arubaanse vader. Ja. Dauri is dus de tweede sleutelfiguur in het verdwijningsmysterie. In de biecht van Joran. Er is veel te doen geweest over de rol van Jorans vader. Tegenwoordig advocaat, toen rechter in opleiding hier op Aruba. Justitie heeft er altijd rekening mee gehouden dat er zijn zoon die bewuste nacht misschien wel behulpzaam is geweest. Joran ontkent dat nu en zegt dat het iemand anders is geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij zijn zoon helemaal niet behulpzaam is geweest toen die in de problemen raakte. Joran vertelt Patrick over een bijzondere gunst toen hij de eerste keer in Aruba in de cel zat. Dus ik zeg, papa, weet je, ik heb hier ook dingen nodig. Ik voel me echt ongelukkig en zo, weet je. Ik heb hier een telefoon nodig. En toen zei hij van, ja, dat kan ik niet doen. Toen zei ik van, nee, ik heb het echt nodig, anders krijg ik problemen hier, weet je. Anders gaan mensen me misschien in elkaar slaan of zo, al die dingen doen. Toen zei hij van, als ik dit regel, dan ben ik daar gewoon met die jongen die daar eigenlijk... Alles regelt voor iedereen, weet je. Dan ben ik gewoon met hem. Ja. Dan sta ik gewoon met hem, want niemand kan daar een telefoon binnen krijgen. Ja. Ja, en toen heeft hij het ook gedaan nog ook. Toen had je lekker contact de hele dag, toch? Ja, tuurlijk. En weet je hoe, Patrick? Ik had zo weinig
beltegoed, hè. Toen mijn vader is dan ook zo dom. Dan koopt hij de telefoon en dan zet hij er geen fucking beltegoed op, Hendrik. Ja, dus er zat alleen maar 5 gulden op of zo. Of 10 gulden. 10 gulden zat erop. Joran schreef hier in zijn boek ook iets over, maar gaf er toen een heel andere draai aan. Omdat ik bezoek in een apart kamertje mocht zien, vroegen medegevangenen me of ik aan mijn ouders kon vragen of ze een piepkleine mobiele telefoon mee konden nemen. Ik had het niet aan mijn vader gevraagd, want hij zou dat toch niet doen. Als het verhaal dat nu met de verborgen camera is opgenomen waar is, betekent dit dat Jorans vader uit de wind wordt gehouden en dat hij drommels goed weet dat het boek van zijn zoon klinkklare leugens bevat. We zijn inmiddels letterlijk een paar dagen met Joran onderweg. En hij praat steeds vrijmoediger over de nacht dat Nathalie verdween en zijn rol daarin. Onze infiltrant Patrick heeft fantastisch werk geleverd. Hij is natuurlijk geen journalist of rechercheur. Daardoor zijn bepaalde zaken nog niet helemaal goed uit de verf gekomen. We vragen hem daarom of hij Joran nog eens het hele verhaal van die avond van A tot Z wil laten vertellen. Dus ja, die wijven die vragen. Is dat helemaal een bekend verschijnsel? En dat kan dus ook gelden voor sommige dingen die Joran zegt over bijvoorbeeld de doodsoorzaak van Nathalie of de manier waarop hij die nacht is thuisgekomen. Soms had ik ook het gevoel dat hij zich wel eens versprak als hij het over zijn helper van die nacht had. Of moet ik zeggen helpers? Want hij spreekt dan vaak in meervoud, hogere machten, mensen die hem hebben geholpen. Is er iemand die hij op die manier beschermt? De ene dag zegt Joran dat hij de naam van zijn helper tot in zijn graf mee zal nemen. Om de volgende dag... Gewoon, kom je vanavond met ons uit? Kom je vanavond met ons naar de Carson Charles, die bar toe? En ik zo, ja, is goed. En ze zitten al de hele tijd te zuipen, hè? Ze zitten al de hele tijd te zuipen. En ik weet ook, wat van die meisjes zaten ook coke te nemen. Want ik kende ook op Aruba Booty. En hij had me verteld, ik zei bij hem komen halen daar, weet je. Ja. Dat kan gewoon allemaal, dat weet ik gewoon zeker. En, dus ja, ik zo, nee, ik heb de volgende dag school, weet je. We zien niet dat het meisje, alsjeblieft, weet je. Ik zo, oh, ik weet dat ze wil neuken, weet je. Ik welk meisje? Zeker, vriendin van die Nathalie. Zelfs niet eens die Nathalie, weet je. En toen belde ik die Deepak en die Satish, want die hebben ook die auto, weet je, zeg ik tegen de meisjes, oké. Ik zeg, ik kom met je daar. Dus we gaan naar Carson Charles. En ik kom daar en ik zie die hele groep konjimama meisjes, weet je. En ik ga met dat ene meisje die ik lekker vind praten. Ik ging niet eens voor die Nathalie Patrick. En ik praat dus met haar en dan zegt ze tegen me, nee, weet je wat? Dat meisje heeft shotgun op je. Ik zei, shotgun op me. Ik zei, ja, ga met de dansers. Dus ik loop naar de bar. Ze hadden over me zitten praten. Dat meisje zei, kom met me dansen. En ik zei van, nee, ik ga niet op die stage met je dansen. Kom hier beneden, weet je. Praten we even. Ik ga even wat drinken met die bak en Satish. Dus ik ging wat met ze drinken. Wat te drinken halen bij de bar daar. En toen kwam ze gewoon zelf naar beneden toe. Van die bar af kwam ze naar me toe. Kwam ze die Nathalie. Okay. Kwam ze, kom, ga je jellyshot van me nemen. Sprong die hoer op de bar. Wou ze dat ik uit haar navel een jellyshot nam. Dus ik heb het gedaan. En toen zei ze van, ja, maar nu moet je nog wel een drankje voor me kopen. Ik zo, wat je wil. Ja. Zei ze, ja, wat is goed. Ik zo, doen we wel een shot Bacardi 151. Ja. Zei ze, oké, is goed. Dus shot Bacardi 151. Ze neemt dat, ik zie het. Oeh, ze is gelijk in één keer. Boep, bam, 151 proof, hè. 151 proof is dat, 75% alcohol. Oh. En ze vraagt voor een chaser. Ik had nog zo'n yard in mijn hand, zo'n lang drankje. Ze neemt dat aan, ze dronk daar wat van. En ja, ik zie ook, ze is dronken, Patrick. Ze is echt dronken ook. Maar ik weet het, ik had zo'n dag gewoon, weet je, ik neem het meisje gewoon even mee gaan neuken. En toen zeg ik dus, oké, wat wil je gaan doen? Wil je naar je hotel toe? Ik dacht, ik ga gewoon met haar naar de hotel toe. Wat denk je, dat is het beste. Zegt ze, nee, ik wil niet naar mijn eigen hotel toe. En toen zei ik tegen haar, oké. Ook ongelooflijk veel mazzel gehad. Maar hoe ver heeft hij haar dan gebracht? Deze jongen moet het echt goed gedaan hebben, weet je. Ja, maar deze jongen die weet maar ook wat hoe ver heeft hij vaart hij vaak. Hij weet veel van boten af. Hij weet veel van de zee, hè. Zijn eigen boot, rijbewijs ding. Een vaarbewijs, ja. Die jongen die weet echt wat hij doet dan. Maar heeft hij haar verzwaard om haar te laten zinken? Nee, ik denk het niet. Je weet dat zelf niet? Nee.
Heb je nooit verteld hoe hij dat gedaan heeft? Ja, natuurlijk wel, maar hij heeft... Hoe heeft hij dat gedaan dan? Nou, hij is gewoon de zee ingegaan ver en toen heeft hij er daarin gegooid. Gewoon zo eraf gegooid. Zo? Heb je echt gelukkig gehad. Zo schrik, joh. Echt, dat heb je echt gelukkig gehad. Daarom zeg ik ook, ik heb ook echt gelukkig gehad. Dan heb je echt gelukkig gehad. Als hij zo dom is geweest dat hij het zo gedaan heeft, weet je. Dan heb je een gigantische engel boven je hangen. Maar ik heb gewoon kunnen slapen, hè. Die avond. Ik ben die avond gewoon thuis gegaan. En ik kon gewoon... Ik ben gewoon jij hebt haar echt... Deze uitspraak moet uitermate schokkend zijn voor Nathalie's moeder. Joran ontpopt zich steeds meer als een jongen zonder geweten, die letterlijk geen seconde wakker ligt van deze tragedie. Maar de vraag blijft ondertussen, wie is nou die handlanger die Joran die nacht terzijde heeft gestaan? Maar hoe heet hij dan? Dauri. Dauri wat? Nederlandse jongen. Nee, ja, half Nederlands, half Arubaans, hè. Half Arubaans, Nederlandse moeder of zo. Ja, Nederlandse moeder, Arubaanse vader. Vader. Ja. Dauri is dus de tweede sleutelfiguur in het verdwijningsmysterie. In de biecht van Joran. Er is veel te doen geweest over de rol van Jorans vader. Tegenwoordig advocaat, toen rechter in opleiding hier op Aruba. Justitie heeft er altijd rekening mee gehouden dat hij zijn zoon die bewuste nacht misschien wel behulpzaam is geweest. Joran ontkent dat nu en zegt dat het iemand anders is geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij zijn zoon helemaal niet behulpzaam is geweest toen die in de problemen raakte. Joran vertelt Patrick over een bijzondere gunst toen hij de eerste keer in Aruba in de cel zat. Dus ik zeg, papa, weet je, ik heb hier ook dingen nodig. Ik voel me echt ongelukkig en zo, weet je. Ik heb hier een telefoon nodig. En toen zei hij van, ja, dat kan ik niet doen. Toen zei ik van, nee, ik heb het echt nodig, anders krijg ik problemen hier, weet je. Anders gaan mensen me misschien in elkaar slaan of zo, al die dingen doen. Toen zei hij van, als ik dit regel, dan ben ik daar gewoon met die jongen die daar eigenlijk alles regelt voor iedereen, weet je. Dan ben ik gewoon met hem. Ja. Dan sta ik gewoon met hem, want niemand kan daar een telefoon binnenkrijgen. Ja. Ja, en toen heeft hij het ook gedaan nog ook. Toen had je lekker contact in de dag dan. Ja, tuurlijk. En weet je hoe, Patrick? Ik had zo weinig beltegoed, hè. Toen mijn vader is dan ook zo dom. Dan koopt hij de telefoon en dan zat hij er geen fucking beltegoed op, Patrick. Ja, dus er zat alleen maar 5 gulden op of zo. Of 10 gulden, 10 gulden. Zij dat voor me zou doen. Maar... Ja, ik op dat moment was het zo van... Het moest goed zijn. Als de politie toch zou komen voor de vermissing bij mij, want ze hebben mij gezien weggaan met Cars and Charles, met dat wijsje. Die jongens die weten oké, okay, die hebben me alleen daar afgezet. Die weten verder niks meer. Die pakken dat vies. Die domme jongens, Patrick. Die zijn het niet eens waard, weet je. Nee, dat maar dat wil ik wel aan de raad, ja. Maar die hebben je afgezet en voor de rest moet je nog denken hoe kon je maar ik ben eigenlijk moeten zijn om hem ook te laten zeggen, om hun ook te laten zeggen dat ze het net het hotel hebben afgezet, hè. Dat heeft het ook helemaal in de war gegooid, hè? Ja, natuurlijk. Het heeft helemaal in de war gegooid. Dus ik zei tegen hem, ja, maar oké, als de politie komt, die pakken die hebben we daar bij het strand afgezet. Dus ik moet ook met hun praten. Ja. En toen zei ze, ja, dat is zo. Dus dat, maar ja, jij hebt die twee nooit niks verteld, hè? Nooit. Nee. En ja, nu toch achteraf, weet je, ik had niet kunnen weten dat het shit zoveel media is. Nee, oké, daar heb je een beetje pech mee gehad, dat het zo'n gigantische media fucking hype is geworden, weet je. Maar nu kan ik daar ook weer misbruik van maken. Heb je niks te roken dan? Ja, gewoon maar niks te roken. Ik ben gisteren weggegaan, je had geen niet meer, of wel? Nee, maar mij is stom. Ja, dat was dat dan, of niet? Patrick, ik heb 2 uurtjes met haar geweest, Patrick. Maar je was er aan het vingeren, toen ben ik bij hem afgelopen. Nee, ik was aan het vingeren, aan het lullen. Gewoon met haar aan het lullen, En toen dacht ik, ja, ik wou... Dat ze me even met de pikmel ging zuigen, ik wou dat net gaan zeggen. En toen in één keer... Klaar. Wat is te trillen? En die politieagenten, hè, die hebben me tijdens die verhoren, die geven je zoveel informatie, hè, over wat ze weten. Hè. Ze willen het gelijk om op tafel gooien, maar ze weten geen shit. Oké, als dat zo is, dan is dat wel zo. Ik had ook nog, hè, ik was op leer toen ik daar wegging. Ik heb ook nog gewoon mijn vriendinnen ge-sms'd, hè, van hey, schatje, ik zie je morgen en zo. Ik had er helemaal geen slecht gevoel bij. Ik heb er geen nacht slaap over verloren. Ik dacht, het gaat door, we moeten door, het moet er goed uitzien. Dan kunnen ze me niks doen en zo is het ook gegaan. Joran, het is klaar, ja? Maar Dauri, praat je wel eens met hem? Ja, ik praat wel eens met hem. Vaak? Nee.
Zo. Hoe praat je? Telefoon? Nee, zie je met echt? Internet. Kan dat... niet, Joran, kan niet. Nee, maar over dit ding praten we alleen als we met elkaar zijn. Joran. Duidelijke aanhoudende bekentenissen. Waaruit blijkt dat Joran geen seconde wakker ligt van alles. Maar de vraag is of het ook allemaal de waarheid en niets dan de waarheid is. Dat Joran onze infiltrant Patrick zowel in woord als gebaar volledig in vertrouwen neemt en een harde bekentenis doet, dat is duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat hij bepaalde gebeurtenissen niet kan hebben afgezwakt, achtergehouden of verdraaid. Dus we gaan naar Cars and Charlie's en ik kom daar en ik zie die hele groep koeienmama meisjes, weet je. En ik ga met dat ene meisje die ik lekker vind praten. Ik ging niet eens voor die Natalie Patrick. En ik praat dus met haar en dan zegt ze tegen me, nee, weet je wat? Het meisje heeft shotgun op je. Ik zei, shotgun op me. Ik zei, ja, ga met de dansers. Ik loop naar de bar. Ze hadden al over me zitten praten. Dat meisje zei, kom met me dansen. En ik zei van, nee, ik ga niet op die stage met je dansen. Kom hier beneden, weet je. Praten we even. Ik ga even wat drinken met die bak en satief. Dus ik ging wat met ze drinken. Wat te drinken halen bij de bar daar. En toen kwam ze gewoon zelf naar beneden toe. Van die bar af kwam ze naar me toe. Die Natalie. Oké. Kwam ze, kom, ga je jelly shot van me nemen. Sprong die hoer op de bar, wou ze dat ik uit haar navel een jelly shot nam. Dus ik heb het gedaan. En toen zei ze van, ja, maar nu moet je nog wel een drankje voor me kopen. Ik zei, wat je wil. Ja. Zei ze, ja, wat is goed. Ik zei, doen we wel een shot Bacardi 151. Ja. Zei ze, oké, is goed. Dus shot Bacardi 151. Ze neemt dat, ik zie het. Oeh, ze is gelijk in één keer. Boep, bam, 151 proef, hè. 151 proef is dat, 75% alcohol. Oh. En ze vraagt voor een chaser. Ik had nog zo'n yard in mijn hand, zo'n lang drankje. Ze neemt dat aan, ze dronk daar wat van. En ja, ik zie ook, ze is dronken, Patrick. Ze is echt dronken ook. Maar ik weet het, ik dacht gewoon, weet je, ik neem het meisje gewoon even mee, gaan neuken. En toen zeg ik dus, oké, wat wil je gaan doen? Wil je naar je hotel toe? Ik dacht, ik ga gewoon met haar naar de hotel toe. Wat denk je, dat is het beste. Dan zegt ze, nee, ik wil niet naar mijn eigen hotel toe. En toen zei ik tegen haar, oké, wat wil je dan doen? Zegt ze tegen me, ik wil haaien gaan zien. Ik lul niet tegen je, Patrick. Nee, ik zeg, Joran, ik heb vaak gezegd, weet je, vertel me, je hebt sommige al verteld. Sommige mensen zeggen raar, Patrick. Zei, ik wil haaien zien. Ik zei, haaien zien, waar heb je het over? Zei, ja. Dus ja, ik was met haar en toen zei ik tegen die jongens, weet je, van ja, kom je, ik wil ergens met haar wel alleen heen, maar ze wil niet terug naar het hotel, weet je. Ik wil ook wel een beetje doen wat zij wil. Zo wordt het ook. Dus eigenlijk, zet ons maar bij het strand af, dan ga ik met een neuk en dan breng ik haar naar het hotel toe. Ja. Dus ja. Ze hebben me bij het strand daar afgezet. Waar dan? Bij die dingetjes? Net bij die hoek daar. Bij Marriott daar, tussen Marriott en Fisherman's Hut. Oké. Daarin, daar heb je zo'n weg, zet ze me daar af. Dus ik stap uit en ik loop met haar het strand op en ik zit met haar te zoenen en zo. Maar ze ziet er ook niet zo heel goed uit, weet je. De koenje, ze was ook best wit, maar ze wou echt. Dus ik zit met haar en ik zit met haar te zoenen en ik zit haar te vingeren en ze zit met haar hand in mijn broek en zo. Ja, in één keer, Patrick. Weet ik veel, ja, man, in één keer. En ik zo, kom je, wat is dit allemaal, weet je? Wat heb je toen gedaan dan? Ja, dus ik bij haar blijf. Ik zo, je gaat en er was niemand daar, Patrick. Het is ongelukkig. Nee, natuurlijk is er niet. Het is 's nachts, Joran. En ja, ik dus met haar praten. Met haar praten. En ze zegt niks. Dus ik pak haar. Er is veel te doen geweest over de rol van Jorans vader. Tegenwoordig advocaat, toen rechter in opleiding hier op Aruba. Justitie heeft er altijd rekening mee gehouden dat hij zijn zoon die bewuste nacht misschien wel behulpzaam is geweest. Joran ontkent dat nu en zegt dat het iemand anders is geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij zijn zoon helemaal niet behulpzaam is geweest toen die in de problemen raakte. Joran vertelt Patrick over een bijzondere gunst toen hij de eerste keer in Aruba in de cel zat. Dus ik zeg, papa, weet je, ik heb hier ook dingen nodig. Ik voel me echt ongelukkig en zo, weet je. Ik heb hier een telefoon nodig. En toen zei hij van, ja, dat kan ik niet doen. Toen zei ik van, nee, ik heb het echt nodig, anders krijg ik problemen hier, weet je. Anders gaan mensen me misschien in elkaar slaan of zo, al die dingen doen. Toen zei hij van, als ik dit regel, dan ben ik daar gewoon met die jongen die daar eigenlijk alles regelt voor iedereen, weet je. Dan ben ik gewoon met hem. Ja. Dan sta ik gewoon met hem, want niemand kan daar een telefoon binnenkrijgen. Ja. Ja, en toen heeft hij het ook gedaan nog ook. Toen had je lekker contact in de dag toch? Ja, tuurlijk. En weet je hoe, Patrick? Ik had zo weinig bel te goed, hè. Toen mijn vader is dan ook zo dom. Dan koopt hij de telefoon en dan zet hij er geen fucking bel te goed op, Patrick. Ja, dus er zat alleen maar 5 gulden op of zo. Of 10 gulden. 10 gulden zat erop. Joran schreef hier in zijn boek ook iets over
maar gaf er toen een heel andere draai aan. Omdat ik bezoek in een apart kamertje mocht zien, vroegen medegevangenen me of ik aan mijn ouders kon vragen of ze een piepkleine mobiele telefoon mee konden nemen. Ik had het niet aan mijn vader gevraagd, want hij zou dat toch niet doen. Als het verhaal dat nu met de verborgen camera is opgenomen waar is, betekent dit dat Jorans vader uit de wind wordt gehouden en dat hij drommels goed weet dat het boek van zijn zoon klinkklare leugens bevat. We zijn inmiddels letterlijk een paar dagen met Joran onderweg. En hij praat steeds vrijmoediger over de nacht dat Nathalie verdween en zijn rol daarin. Onze infiltrant Patrick heeft fantastisch werk geleverd. Hij is natuurlijk geen journalist of rechercheur. Daardoor zijn bepaalde zaken nog niet helemaal goed uit de verf gekomen. We vragen hem daarom of hij Joran nog eens het hele verhaal van die avond van A tot Z wil laten vertellen. Ja, die wijven die vragen mij gewoon, kom je vanavond met ons uit? Kom je vanavond met ons naar de Cars and Charlies, die bar toe? En ik zo, ja is goed, en ze zitten al de hele tijd te zuipen, hè? Ze zitten al de hele tijd te zuipen en ik weet ook wat van die meisjes zaten ook coke te nemen, want ik kende ook op Aruba Booty en hij had me verteld, ik zijn bij hem komen halen daar. Naar buiten, ja, verder dan 2 mijl, komt ze nooit meer terug hoor. Dit is niets minder dan een spijkerharde bekentenis, waarvan niemand op Aruba in Nederland of de Verenigde Staten nog dacht dat die er ooit zou komen. Nathalie is dood. Joran was erbij. Hij heeft haar lichaam samen met een vriend in zee gedumpt. Hij weet precies hoe het zit. En hij heeft alles en iedereen de afgelopen 3 jaar op een verschrikkelijke manier om de tuin geleid. De volgende vraag die rijst is natuurlijk: wie was die hulpvaardige vriend? En hoe is alles die nacht in zijn werk gegaan? Ja, nee, maar kijk, deze vriend van mij is ook best slim. Hij is ook wel wat ouder. En, waarom zou hij dat willen doen voor jou dan? Ja, we zijn al vanaf de jongste van vrienden. Ja. Kijk, Joran, als je mij zou bellen, zou zoiets zijn, weet je. Ik zou jou ook helpen, maar ja, je moet daar goed over nadenken, weet je. Ja. Nou ja, deze persoon, ja, dat is gewoon, ik zou ze, weet je, zijn naam zou... Gewoon tot mijn gast noem ik dat niet, want gewoon dat ik dat tegenover heb, dat kan ik gewoon niet kan maken, man, weet je. Dat ben ik gewoon verplicht voor wat hij ook voor mij is gedaan. Tuurlijk man, tuurlijk man. Maar ja, kijk, hij heeft een boot en die boot staat daar. En ja, toen we daar op het strand waren, toen ja, en in één keer deze gewoon niks meer. Dus ja, ik hoor hem wel, joh. Dus die gast, ja, ik belde hem in één keer. Niet naar de betaaltelefoon toe. Ik heb hem gebeld. Ja. En ik zei van ja, dit is gebeurd, kom. Alsjeblieft, kom me helpen, weet je. En ja, bel de politie niet alsjeblieft, bel de politie niet. Nee, ik bel de politie niet, kom hier mee. En hij is daar gekomen. Een werk geregeld. Nou, nee, ook niet. En hij zei, oh shit. Maar ja, ze zag er normaal uit, weet je, niks aan de hand. Nathalie is die nacht dus spontaan in Jorans armen overleden, zegt hij. In dat geval geen misdrijf, maar een ongeluk. Spreekt Joran hier de waarheid? Of houdt hij zelfs tegenover Patrick nog iets achter? Joran vertelt verder. Ja, maar dit kan niet. Je moet naar huis gaan. Ja. Sowieso, nee. Kan je dit niet vragen? Nee, man. Ga nu naar huis. Ga nu naar huis. En ik kreeg het best. En toen ben ik toen ben ik naar huis gegaan. Patrick, om te achterhalen. Wie dat was. SBSS feliciteert Peter R. de Vries met zijn Emmy Award. Peter R. de Vries maakt ook nog kans op de prestigieuze gouden televisiering. Ga naar sbss.nl van SBSS.
Ja, blijkbaar, want hij had al weg moeten rijden, maar hij parkeert nu opeens. We weten dus ook niet waarom hij dat doet. Dat staat er dan ook natuurlijk leuk op, als ze daar in de auto over praten, dat Joran daarmee bezig is. Hoe is dat? Mag je niet binnen, jongen. Laat me illegaal. Hey, shit. Nu Joran tegen Patrick een bekentenis heeft afgelegd, is duidelijk merkbaar dat de drempel om erover te praten weg is. Ik scheer hem een beetje, doe een beetje leidje. Een beetje. Je lijkt veel op mijn neefje. Ja. Patrick kan zijn aanvankelijke omzichtigheid bijna helemaal laten varen en volop doorvragen. Oh, hoe weet je dan dat ze dood was, Joran? Ja, dat weet ik gewoon. Hoe zag je dat dan? Heb je gevoeld aan haar pols of zo? Maar hoe ging het in één keer dan? Ja, ik heb gewoon niet tegen haar gezeten, want er is niks meer. Ze is klaar. Heb je echt geprobeerd te reanimeren? Ik heb alles geprobeerd, ik heb haar opgetild. Ik zoek. Ik heb, weet je, één ding snap ik niet. Oké, kijk, ze ligt daar dood dan, hè? Die vriend, hè? Patrick, ik ging er ook al op. We hadden ons groepje jongetjes daar waar we mee omgingen. Vanaf kleins af aan, weet je. En die jongens nu nog steeds. Ze bellen me nog steeds af en toe, maar ze hebben ook niet veel geld, weet je. Ze maar ben je niet bang dat die vent er ooit gaat praten? Patrick, als die jongen... Natuurlijk ben ik daar bang voor. Maar ik heb ook iets op die jongen, Patrick. Ik heb ook iets op hem, wat hij ook doet. Maar waarom heeft hij dat al zo gedaan? Maar heeft hij zelf een boot? Tuurlijk. Hoe heet die fucking boot dan? Ik tegenover hem kan ik dat gewoon niet maken. Je mijn mond zal niemand nooit niks horen, weet je. Hij woont nu niet meer op Aruba. Hij zit nu niet op Aruba. Hij woont in Nederland. Ja. Maar maar jouw vader dan, als je thuis kwam, merkte hij niks aan jou? Mijn vader slaapt allemaal. Patrick, het was om 3 uur 's avonds of zo, 4 uur 's avonds. Dat je thuis kwam? Nee, dat toen 2 uur of zo is het gebeurd. Ik was om 3 uur thuis of zo, weet ik veel, 2:30. En toen 2:30 ben ik gelijk op de computer gegaan of zo. Maar ja, dus ik ben maar in 2,5 uur periode met dat meisje geweest. Alleen? Ja, je kan dus in 2,5... Dus ik heb eigenlijk in de hele... Ik heb haar ook niet de dag ontmoet dat we dingen samen hebben gedaan. Alleen in 2,5 uur... Nee. Ze kunnen toch niks, hè? Uiteindelijk kunnen ze toch niks. Maar ja, hem hebben ze nog niet eens ondervraagd. Ze wisten het. Alles hebben ze gedaan, maar deze jongen... Ik heb ongelooflijk veel mazzel gehad. Maar hoe ver heeft hij haar dan gebracht? Deze jongen moet het echt goed gedaan hebben, weet je? Ja, maar deze jongen die weet maar hoe ver? Vaart hij vaak? Hij weet veel van boten af. Hij weet veel van de zee, hè? Zijn eigen boten, rijbewijsding. Een vaarbewijs, ja. Die jongen die weet echt wat hij doet dan. Maar heeft hij haar verzwaard om haar te laten zinken? Nee, ik denk het niet. Je weet dat zelf niet? Nee. Heb je nooit verteld hoe hij dat gedaan heeft? Ja, natuurlijk wel, maar hij heeft... Hoe heeft hij dat gedaan dan? Ja, hij is gewoon de zee ingegaan ver en toen heeft hij er daarin gegooid. Gewoon zo eraf gegooid. Zo? Heb je echt gelukkig gedaan? Zo schreef, joh. Echt, dat heb je echt gelukkig gehad. Daarom zeg ik ook, ik heb ook echt gelukkig gehad. Dan heb je echt gelukkig gehad. Als hij zo dom is geweest dat hij het zo gedaan heeft, weet je. Dan heb je een gigantische engel boven jou hangen. Maar ik heb gewoon kunnen slapen. Die avond. Ik ben die avond gewoon thuis gegaan. En ik ben gewoon echt... Deze uitspraak moet uitermate schokkend zijn voor Nathalie's moeder. Joran ontpopt zich steeds meer als een jongen zonder geweten, die letterlijk geen seconde wakker ligt van deze tragedie. Maar de vraag blijft ondertussen: wie is nou die handlanger die Joran die nacht terzijde heeft gestaan? Maar hoe heet hij dan? Dauri. Dauri wat? Nederlandse jongen. Nee, ja, half Nederlands, half Arubaans, hè. Half Arubaans, Nederlandse moeder of zo. Ja, Nederlandse moeder, Arubaanse vader. Dauri is dus de tweede sleutelfiguur in het verdwijningsmysterie. In de biecht van Joran. Er is veel te doen geweest over de rol van Jorans vader. Tegenwoordig advocaat, toen rechter in opleiding hier op Aruba. Justitie heeft er altijd rekening mee gehouden dat hij zijn zoon die bewuste nacht misschien wel behulpzaam is geweest. Joran ontkent dat nu en zegt dat het iemand anders is geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij zijn zoon helemaal niet behulpzaam is geweest toen die in de problemen raakte.
Joran vertelt Patrick over een bijzondere gunst toen hij de eerste keer in Aruba in de cel zat. Dus ik zeg, papa, weet je, ik heb hier ook dingen nodig. Ik voel me echt ongelukkig en zo, weet je. Ik heb hier een telefoon nodig. En toen zei hij van, ja, dat kan ik niet doen. Toen zei ik van, nee, ik heb het echt nodig, anders krijg ik problemen hier, weet je. Anders gaan mensen misschien in elkaar slaan of zo, al die dingen doen. Toen zei hij van, als ik dit regel, dan ben ik daar gewoon met die jongen die daar eigenlijk alles regelt voor iedereen, weet je. Dan ben ik gewoon met hem. Ja. Dan sta ik gewoon met hem, want niemand kan daar een telefoon binnen krijgen. Ja. Ja, en toen heeft hij het ook gedaan nog ook. Toen had je lekker contact in de dag, toch? Ja, tuurlijk. En weet je hoe, Patrick? Ik moet gewoon normale dingen doen. En ik zei bovenop, ik ga er morgenavond ook nog even naar het casino toe, dat ik op de camera ben en zo. Okay. En ik zo, oké, is goed. Prima. Dus ik ben naar huis gegaan. Hoe ben je naar huis gegaan dan? Ik ben gewoon gelopen, man. Wat denk je? Ik moest die dingen... Hoe ben je dat lopen dan? 15 minuten of zo. En het schoenengeval is allemaal gelulpt. Dat weet ik wel. Heeft hij die schoenen? Nee, die schoenen die hebben we gewoon weggegooid. Die heb ik gewoon zelf weggegooid. Op de weg daar naartoe, op de weg naar huis toe, dan... Cool, uitgetrokken weg. Nee, ja, van die putjes heb je daar. Cool, ja, van die putjes. Van de riolering of zo. Ja. Oké, mama. Jij loopt naar huis en hij vaart direct naar buiten. Hij vaart direct naar buiten. Nee. Kijk, wat hij me heeft verteld, is volgens mij is hij niet eens 2 kilometer gegaan of zo. Hij heeft me verteld, hij heeft die boot genomen. Hij is ver gegaan en hij heeft er gewoon over de zij gegooid. Dus hij teruggekomen, heeft hij zijn boot daar gezet. En is hij nog bij mij thuis langsgekomen. Ja, s'nachts. Ja. En toen hebben we nog even gesproken en toen zei hij tegen me van, ja, weet je, het is allemaal goed, ze gaat gewoon vermist zijn. Ze gaan zoeken, maar ze gaan niks weten. Misschien komen ze nog bij jou. En toen zei ik van, ja, weet je wat, we moeten het wel even goed allemaal afspreken, heb ik tegen hem gezegd. Ja. Van, want ik ben, ja, we waren allebei natuurlijk wel een beetje nerveus. Het is natuurlijk ook iets, het is niet iets zo klein, weet je. We waren allebei van, ja, we hadden ook wel samen, we hebben samen wel dingen gedaan eerder. Dat is zo, kijk, daarom, ik weet ook. Ik weet, weet je, allemaal. Maar ja, ik heb het ook goed gespeeld, hoor, in het begin. Want... In het begin, ik dacht, jongen, ik kan ze vertellen wat ze willen, weet je. Want als ze toch geen bewijs tegen me krijgen, dan, ja. Weet je, ze naaien me toch niet. Nee. Ze kunnen toch niks. Uiteindelijk kunnen ze toch niks. Maar ja, hem hebben ze nog niet eens ondervraagd. Man. Ze wisten het niet. Alles hebben ze gedaan, maar deze jongen... Ik heb ongelooflijk veel mazzel gehad. Maar hoe ver heeft hij haar dan gebracht? Deze jongen moet het echt goed gedaan hebben, weet je. Ja, maar deze jongen die weet maar ook wat hij doet. Maar hoe ver heeft hij... Ik vaart hij vaak, hij weet veel van boten af, hij weet veel van de zee, hè? Zijn eigen boot, rijbewijs ding. Een vaarbewijs, ja, die jongen die weet echt wat hij doet dan. Maar heeft hij haar verzwaard om haar te laten zinken? Nee, ik denk het niet. Je weet dat zelf niet? Nee. Heb je nooit verteld hoe hij dat gedaan heeft? Ja, natuurlijk wel, maar hij heeft... Hoe heeft hij dat gedaan dan? Ja, hij is gewoon de zee ingegaan ver en toen heeft hij er daarin gegooid. Gewoon zo eraf gegooid? Zo? Ja, dat vind ik, ja. Echt, dan heb je erg geluk gehad. Daarom zeg ik ook, ik heb ook echt geluk gehad. Dan heb je erg geluk gehad. Als hij zo dom is geweest dat hij het zo gedaan heeft, weet je. Dan heb je een gigantische engel boven jou hangen. Maar ik heb gewoon kunnen slapen, die avond. Ik ben die avond gewoon thuis gegaan. En ik kon gewoon, ik ben gewoon... Maar jij hebt haar echt... Deze uitspraak moet uitermate schokkend zijn voor Nathalie's moeder. Eén ding snap ik niet. Oké, kijk, ze ligt daar dood dan, hè. Die vriend, hè? Patrick, ik ging naar Aruba op. We hadden ons groepje jongetjes daar waar we mee omgingen. Vanaf kleins af aan, weet je. En die jongens nu nog steeds. Ze bellen me nog steeds af en toe, maar ze hebben ook niet veel geld, weet je. Ze maar ben je niet bang dat die vent er ooit gaat praten, Patrick, dan? Als die jongen... Natuurlijk ben ik daar bang voor. Maar ik heb ook iets op die jongen, Patrick. Ik heb ook iets op hem, wat hij ook doet. Maar waarom heeft hij dat dan zo gedaan? Maar heeft hij zelf een boot? Ja, tuurlijk. Hoe heet die fucking boot dan? Tegenover hem kan ik dat gewoon niet maken. Je mijn mond zal niemand nooit niks horen, weet je? Hij woont nu niet meer op Aruba. Hij zit nu niet op Aruba. Hij woont in Nederland. Ja. Maar ja, jouw vader dan, als je thuis komt, merkte hij niks aan jou? Mijn vader slaapt allemaal. Patrick, het was om 3 uur 's avonds of zo, 4 uur 's avonds. Dat je thuis kwam? Nee, dat toen 2 uur of zo is het gebeurd. Ik was om 3 uur thuis of zo, weet ik veel, 2:30. En toen 2:30 ben ik gelijk op de computer gegaan of zo. Maar ja, dus ik ben maar in 2,5 uur periode met dat meisje geweest. Alleen? Ja, je kan dus in 2,5... Dus ik heb eigenlijk in de hele... Ik heb haar ook niet de dag ontmoet dat we dingen samen hebben gedaan. Oh, alleen in 2,5 uur samen kan je toch niet iemand... Nee. ...vermoorden en iets mee doen. Dat weet iedereen. Dat kan niet. Of moet je professionele...
Voor een knul van nog maar 17 jaar geeft Joran er blijk van dat hij over veel tegenwoordigheid van geest beschikt. Hoewel er net een meisje bijna letterlijk in zijn armen is overleden, realiseert hij zich direct dat zijn gedragingen later die nacht van groot belang zijn. Hij spoedt zich daarom naar huis, schuift achter de computer en laat daar sporen na die aannemelijk moeten maken dat hij het grootste gedeelte van die nacht is thuis geweest en helemaal niet in staat was om een lichaam te verbergen. Uitgekookt. Maar Joran is dan ook wel zoon van een advocaat en een rechter in opleiding. En daarom misschien meer doordrongen van de noodzaak van een goed alibi. Ik heb ook 18 jaar op Aruba gewoond, weet je. Natuurlijk, je kent mensen, weet je. Maar wat jij vraagt aan deze persoon, hè, Joran, hè? Ik heb het niet gevraagd. Je hebt het niet gevraagd? Ik heb het niet gevraagd, weet je. Hij heeft het aangeboden. Hij heeft het aangeboden. En hij zag mij daar. Ja, natuurlijk helemaal emoties en hij wist kapot. Ook, en hij wist ook, weet je, ik ging ook naar Amerika toe en daarheen. Ja, hij wou je redden. Hij dacht van, en hij kon natuurlijk ook niet weten dat het zo groot was. Maar ik heb ook daarna nog met hem erover gesproken, Patrick. Ik heb nog met hem avonden gezeten. Hoe oud is hij dan ongeveer? Net zo oud als jou? Nee, 25. 25. Maar weet je wat het meest bizar is? Maar hem hebben ze nooit gearresteerd in die zaak. Dat is zo bizar. Door alles heen, weet je, al mijn vrienden. Maar ja, ik heb het ook goed gespeeld hoor, in het begin. Want in het begin, ik dacht, jongen, ik kan ze vertellen wat ze willen, weet je. Want als ze toch geen bewijs tegen me krijgen, dan ja. Ja, dan weet je, ze naaien me toch niet. Nee. Ze kunnen toch niks. Uiteindelijk kunnen ze toch niks. Maar ja, hem hebben ze nog niet eens ondervraagd. Ze wisten dus niet. Alles hebben ze gedaan. Wat heb je toen gedaan dan? Ja, dus ik bij haar blijf. Ik zo, je gaat en er was niemand daar, Patrick. Het is ongelooflijk. Nee, tuurlijk is er niet. Het is 's nachts, Joran. En ja, ik dus met haar praten. Met haar praten. En ze zegt niks. Dus ik pak haar. Hoe lang heeft ze zo getrild dan? Weet je wat dat is? Ja, ik weet dat niet, Patrick. Een epileptische aanval of zo, man. Ik weet dat niet, Patrick. Maar hoe, ze trilde en schuim ook uit de mond? Nee, geen schuim uit de mond. Niet dat ik heb gezien. Okay. Ik heb verder toen, ik ben in paniek, weet je. Ik denk, kom je, ik moet volgen. Niemand weet eens dat ik uit het huis ben, weet je. Ik ben uit het huis gewoon gegaan. Dus ik zou denken van wat moet ik doen, wat moet ik doen. En kijk, er zijn weinig mensen die ik vertrouw. Maar dit is een jongen, ik heb ook iets op hem. Waarvoor die mij dit ook nog eigenlijk, ja. Schuldig nee, is. Nee, ik kan dat niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat iemand me zoiets schuldig is. Dat is te ver. Ja. Maar ik zei tegen hem, ik heb een probleem en ik kom hier. En ik weet, als hij daar was gekomen en had gezegd, ik help je niet. Je moet het zelf oplossen. Ja. Dan had hij ook niet gepraat. Ja. Misschien dan wel, maar okay. Ik weet het niet. Maar ja, ja. Maar ja, ik weet ook hoe deze persoon is. Oké. Okay. En dat is die, weet je, jongen? Dauri. Oké, man. En Gert. En ze is ook niet in handen gevallen van een vreemde die haar op het strand heeft belaagd nadat Joran naar zijn eigen zeggen daar was vertrokken. Nee, het was Joran van der Sloot en een vriend van hem. En het is nu de taak aan onze infiltrant Patrick om te achterhalen wie dat was. SBSS feliciteert Peter R. de Vries met zijn Emmy Award. Peter R. de Vries maakt ook nog kans op de prestigieuze gouden televisiering. Ga naar sbss.nl van SBSS. Ja, blijkbaar, want hij had al weg moeten rijden, maar hij parkeert nu opeens. We weten dus ook niet waarom hij dat doet. Dat staat er dan ook natuurlijk leuk op. Als ze daar in de auto over praten, dat Joran daarmee bezig is. Hoe is dat? Mag je niet in, jongen. Laat me jullie gaan. Hey, oh, shit. Nu Joran tegen Patrick een bekentenis heeft afgelegd, is duidelijk merkbaar dat de drempel om erover te praten weg is. Ja, dacht ik dat niks. Kaal geworden. Ik scheer hem een beetje leidje. Hey, je lijkt weer op mijn neefje. Ja. Patrick kan zijn aanvankelijke omzichtigheid bijna helemaal laten varen en volop doorvragen. Oh, hoe weet je dan dat ze dood was, Joran? Ja, dat weet ik gewoon. Hoe zag je dat dan? Heb je gevoeld aan haar pols of zo? Ja, maar ja, ze zag er normaal uit. Weet je, niks aan de hand. Natalie is die nacht dus spontaan in Jorans armen overleden, zegt hij. In dat geval geen misdrijf, maar een ongeluk. Spreekt Joran hier de waarheid? Of houdt hij zelfs tegenover Patrick nog iets achter?
Joran vertelt verder. Ja, maar dit kan niet. Je moet naar huis gaan. Ja. Sowieso, nee, kan je dit niet vragen? Nee, man, ga nu naar huis. Ga nu naar huis. En ik kreeg ook de rest. En toen ben ik naar, ja, toen ben ik naar huis gegaan. Mooi man, maar deze school zus heeft het al hard, man. Deze man heeft het al hard. Ja, nee, maar dat weet ik ook. Deze man heeft het al hard, weet je. Ik heb jouw geld verdienen, je moet hem geld geven, man. Ja, maar als ik hem ooit iets vertrouw, ik zal mijn leven voor geven. Nou, dat doet het niet. Maar financieel kan je hem. En ik ga je zorgen dat jij hem financieel kan helpen. Dat is echt goed. Ongelooflijk, man. Ja, weet je wel, ik heb je altijd gezegd, ik wist het wel, weet je. Ik ben zo ongelukkig. Dat moet me nooit in mijn leven vergaan. Ik weet het, ik weet het, man. En hier, dit is net een rijk Amerikaans meisje. Fucking familie van vriendjes van Bush, ja, die invloed daar hier. Ik zeg het je eerlijk, ik wist dat ook allemaal niet, weet je. Ze zijn wel van een rijke familie en zo, weet je. Ja, maar tuurlijk wist je dat niet, Joran. Nee, ik kon het gewoon. Tuurlijk wist je dat niet, maar niemand weet dat zoiets gebeurt. Niemand weet dat zoiets gebeurt, man. Relax, Joran, je hebt je hard gelucht. Komt goed, man. Weet je, ik geef de plek. En het is voor mij afgesloten, de hoek is dicht. Weet je, de hoek is gewoon dicht. We hebben het er niet meer over. Ja, het is goed, man. Ja toch, ik ben blij dat de zaak voorbij is voor je. Ja toch? Ik ben er blij mee voor je, man. Ja toch? Ja. Ik ben er blij mee, man. Ik zeg het je ook heel prettig. De twee personen die ik het meeste vertrouw hier. Van iedereen, die personen, ja. En met deze emotionele handdruk bezegelt Joran zijn bekentenis over het noodlot dat Natalie die nacht heeft getroffen. Het is dus niet moeder Beth geweest die de hand in de verdwijning heeft gehad, zoals de laatste tijd veel op internet is gesuggereerd. Evenmin is Natalie er zelf vandoor gegaan, zoals ook volop is beweerd. En ze is ook niet in handen gevallen van een vreemde die haar op het strand heeft belaagd nadat Joran naar zijn eigen zeggen daar was vertrokken. Nee, het was Joran van der Sloot en een vriend van hem. En het is nu de taak aan onze infiltrant Patrick om te achterhalen wie dat was.